This is the Wachtkamer. Ik heb mijn auto moet vandaag 50.000 mijl. Die moet nagekeken worden, routine. Zo, ik ben hier bij de dealer in Moss Brothers in Moreno Valley. En mijn auto is nu in de garage voor nagekeken te worden. Oil, olie veranderen enzovoort. En hier zijn de nieuwe auto's. Hier is waar ik mijn auto gekocht heb. En dit is de nieuwe, let's see, Toyota Camry. 27.000 dollar 818. 27.818 dollar. So this is the Toyota dealer. And here is the Toyota Scion. And that cost $39,445,000. Nou ja, dat betaal je natuurlijk niet. Want je bent altijd een beetje aan het schacheren. Of ik weet niet hoe dat heet, maar je probeert altijd een beetje geld eraf te krijgen. Nou, hier is een mooie auto. De kleur is een beetje eigenaardig, denk ik, maar nou ja. En dit is de Scion also. En dit kost dan $24,340. Nou ja, dat zeggen ze. Maar ja, niemand. This right here, you can actually go right here, and this is how you actually stick on the 16. And here is an andere auto. The 16 is right here. This is a kleine SUV, as ze noemen dat. And this costs $18,070. But kind of it's like a beetje, like het ziet er een beetje uit als een doos. En dit is een Avalon. Ik denk dat die wel een beetje duurder is. Laat maar even kijken hier. Dit kost $39,445. Een mooie auto. Hi. How are you? Good, how are you? Oh, I'm making a little movie. I'm from Holland originally, and I make videos. This is a kind of an unusual place to be, so I make a video, and then I send it to all the people in Holland, and then they know what's going on. Then they're all coming over here to buy a car. Oh, there we go. You're from Holland? Yeah. Yeah, goedemorgen. Awesome. Goedemorgen. Gaat het ermee, meneer? Yeah. Yeah. Zo, nu ben ik even naar buiten gegaan en dan maar even kijken. Daar staan natuurlijk een heleboel auto's buiten. Nou, mijn auto is een paar jaar oud, maar ik ben nog niet van plan om in te ruilen, want ik heb nog niet veel mijlen daarop zitten. En hij werkt uitstekend. Zo, waarom zou ik een nieuwe kopen?
Ja, dit is waar ik die auto verkocht heb. Dit is een Yaris. Dit is een tamelijk goedkope auto, denk ik. Het is heel klein, of tamelijk klein. En deze kost $16,880. Maar ja, dan doe je er allemaal voorbij en dan komt het tot $18,480. En je krijgt 32 miles per gallon. Zo. Dat is tamelijk goed. En dit is de auto die ik heb eigenlijk. Een Corolla. En nou, let's see hoeveel de nieuwe kosten. $23,385. En... Oh, it has leather interior. And then dealer preparation. Yeah, that's it all in. Now let's see. Omdat het altijd hier zo ontzettend heet is, een witte auto is beter dan een zwarte. And this is also a Corolla. En deze is $20,689. Maar het ziet er niet veel veranderd over een paar jaar. Het ziet er haast dezelfde uit van binnen als mijn auto. Maar ik vind het een mooie kleur. En dan er zijn. Goh, dikke, er zijn een hoop auto's hier. Camry. Een rode auto. Mooi. En deze kost $24,684. De auto die ik graag zou willen kopen is een Prius. Die werkt op elektriciteit. Maar ze hebben ze waarschijnlijk hier, maar ik ben een beetje te zat om zo ver te lopen. Zo, we zullen er hier maar mee uitscheiden. Dit is ongeveer een half uur. Rijden van ons huis vandaan. Zo, we zijn vanmorgen tamelijk vroeg vertrokken. En we zitten nu in de wachtkamer. Ik heb mijn computer meegebracht. En we zitten een beetje te wachten totdat die auto dan klaar is.